Michiel, een prima oefenwedstrijd om het jaar mee te starten, denk ik. Ja, zeker. Nou ja, we spelen 2 wedstrijden deze week, dus dat is alleen maar goed. Dus ik dat we allemaal een beetje aan de minuten komen. En gewoon lekker dat we weer begonnen zijn, dat we de wedstrijd in de benen hebben. En lekker dat we gewoon gewonnen hebben en de 0 hebben gehouden. Dus altijd prettig. Wat vond je van deze pot? Kijk, je speelt natuurlijk niet zo heel vaak samen met de jongens die nu gespeeld hebben. Dus dat is altijd wennen. En de trainer wil natuurlijk iets anders zien dan wat we gewend zijn. Dus ja, dat zal altijd wennen zijn. En ik hoop dat we dat zo snel mogelijk kunnen gaan doen. En dan kunnen we alles een beetje de puntjes op de i zetten. Na ruim een half uurtje maak jij de 1-0. Mooie goal. Ja, dankjewel. Ja, een lange bal van Swinky die ik aflegde. En doorlopen, goede voorzet en binnenschieten. Ik zag gisteren de training ook wel een paar maken. Is dat een teken aan de wand dat jij je goed voelt? Nou ja, ik voel me eigenlijk al tijden goed. En ik probeer gewoon te laten zien wat ik kan. En vandaag ging het er redelijk tot goed. Het kan altijd beter. Maar wat ik al zei, we moeten nog gewoon wennen aan de manier van spelen. Dus ik hoop dat we dat zo snel mogelijk kunnen gaan doen. En dan zien we dat gezellig. Hoe valt het trainingskamp in Alorin El Grande tot dusver? Ik had het wel iets warmer verwacht, dat wel. Maar voor de rest prima. We hebben een goed veld, we hebben een prima hotel. Dus met dat opzicht is dat gewoon goed. En de intensiteit en de tempo, dat gaat omhoog. En daar moeten we dan het verschil proberen te maken. Dus daar zijn we nu mee bezig. Hoe ervaar jij het, de frisse energie die de nieuwe trainers hebben gebracht? Ja, maar kijk, het is natuurlijk Engelse manager, dus daar ga je een beetje vanuit dat de tempo en de intensiteit hoger gaat worden. Nou ja, dat gebeurt nu ook en daar moeten we denk ik allemaal eventjes aan wennen. Maar goed, ik denk dat uiteindelijk wel gewoon het voordeel kan zijn voor ons. Want natuurlijk een hoge tempo, hoge intensiteit, nou ja, daar kan je dus je profijt van hebben op een gegeven moment. Dus ja, daar zijn we nu mee begonnen een paar dagen en dat zal alleen maar beter worden. Toen nog een mooie oefenwedstrijd tegen Hoffenheim. Ja, leuk. Nou ja, met volgens mij Nederlandse trainer, dus ook leuk. En het zal een iets andere tegenstander zijn dan vandaag. Maar ook weer een mooie uitdaging voor ons om daar een goed resultaat te halen.